Wat ik vroeger wou? Vroeger wou ik. Heel veel. Vroeger was ik niet blij, omdat toen was ik in Polen gewerkt en was ik niet blij omdat, ja, als je geen geld hebt, dan denk ik, dan leef je niet. Iedereen zegt, ja, geld is niet belangrijk, maar ja, zonder geld kan je niet leven. Omdat ik ben 13 februari om vrijdag geboren en eigenlijk ik heb altijd pech. Echt, ik heb altijd pech. Als wil ik iets goed doen, dan doe ik niet goed. Op mijn 13 februari, was vrijdag, ook vrijdag was dat, heb ik ongeluk gehad met auto. Een paar vrienden was bij mij thuis en die wil ik gewoon mijn nieuwe auto even laten zien. Hoe werkt en hoe rijdt hij, maar ja. Toen was ik een beetje te veel gedronken en was ik achter de stuur gezet. En van dit, zeg maar, op dit moment vind ik dat 13 voor mij is gewoon een pechdag. Mijn eerste droom? Politieagent, ja. Toen was ik kleine kind, kijk ik zo heel vaak en heel veel films, actiefilms. En ik vind ik politieagenten veel mooi, knap werk. Goedemiddag helemaal Nederland. Hoe staat u heeft gekozen wordt helaas niet beantwoord. Hallo. Ik had net een afspraak en ik moest bij u een uitreikkaart. Ja, dat gaan we doen. Fijn. Hier kan je hem aanbieden, dan gaat de deur open en bij de slagboog ligt hij. Perfect, dankjewel. Ik had een droom dat ik balletdanseres zou worden. Uiteindelijk is het niet gebeurd, zeg maar. Omdat tegen de tijd dat ik echt gevraagd werd, toen begon ik met vriendjes en uitgaan en dat soort dingen. Dus, Wit kantorencomplex. En daarachter zit het. Maar het is Syriës Dreefse. Dus het is slecht aangegeven. Eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. En schieten, dat moet dan met rechts, maar dat kan hij ook! Mijn echte droom was profvoetballer worden, maar door een blessure is dat helaas nooit, heeft dat nooit gestalte gekregen. Ja. Gewoon een wedstrijd winnen, ja, dat deed ik wel de zorg.
Als ik later groot ben, wil ik bij de politie. Als ik later groot ben. Ik wil later profvoetballer worden. Omdat ik dan pistool in mijn zak heb. Ik wil blijven voetballen. En dan ga ik schieten op boeven. En dat is mijn enige droom. En vindt u het niet apart met alle bekende sterren hier? Daar lig ik niet wakker van. Het zijn gewoon je collega's, weet je. En het fijne is wel dat als ze, zich hier ook een beetje thuis moeten voelen. Hier moeten ze zich ook een beetje beschermd voelen. Ik bedoel, kijk, dat je bekend bent, dat is natuurlijk wel heel handig. Dat je herkend wordt. Maar soms kan het ook storend zijn. En hier voelen ze zich gewoon thuis. Want, hi. Hier voelen ze zich gewoon thuis. Ja, en de bekende mensen die mogen bij mij op de foto. Dat heb ik zo bepaald. Dat is heel leuk. En dan komen ze hier wel eens langs. Waarom hang ik niet aan de wand? Ik zeg omdat je mij moet vragen of je bij mij op de foto mag. Dat is wel heel leuk. Omgekeerde wereld. Het is een heel zwaar leven. Balletdanseres is gewoon heel zwaar. Dan moet je echt 24, nou ja, toch wel 7 dagen per week, 8 uur moet je dansen. En dat is heel veel. En dat, je kan niet uitgaan, je kan niet echt plezier hebben. Want de dans is dan het belangrijkste in je leven. Nee, oké. En mocht ik er zelf, als ik hem zeg van, okay, ik gooi dat weer eventjes intern in de video, dan ga ik zeggen, nou, we doen het als het zwaar is. Stel dat, ja, zeg, ja, maar daar ben ik helemaal niet van gediend. Ja, dan houdt het wat ons betreft ook op, denk ik. Ik ben op het voetbalveld geboren, als het ware. Dus ik weet niet beter binnen mijn familie dat voetbal de belangrijkste sport was. Zowel zelf beoefenen als ook op tv. Dus nee, daar ben ik mee opgegroeid. Ik ben 3 keer gescout door Ajax. En op het punt stonden ze van om een contract aan te bieden. En toen kreeg ik mijn blessure. En daarna ben ik nooit meer op het niveau gekomen als wat ik toen had. Dus ze hebben nog wel 1 of 2 keer gescout. Maar toen hebben ze toch gezegd van, nou, het risico is ons te groot. Wat is geluk dan? Als je veel geld verdienen, dat is geluk. Misschien als je iets winnen, dat is geluk. Nou, weet ik niet. Voor mij geluk, dat is zeg maar, als je blij van je leven bent, dat is gewoon jouw geluk. En ik ben nu blij van mijn leven. Heb ik een mooie hondje? Heb ik werk? Heb ik huis? Ja, ik ben wel tevreden. Maar ja, alleen 1 ding ben ik niet tevreden, omdat, ja, heb ik geen nieuwe vriendin. En dan vind ik een beetje altijd last voor mij. Uitje gehad in de arena en daar is toen ook een voetbaltoernooitje georganiseerd. Door dat bedrijfsuitje heb ik die blessure opgelopen, maar we zijn wel de eerste geworden en dat telt natuurlijk. Hè. Nee, maar het was echt leuk. Daarna hebben ze gegeten, maar goed, toen zat ik in het ziekenhuis. Dus, maar het was echt heel, heel gezellig. Ja. Geluk roep je op je af. Dat zit echt ook in de manier waarop ik leef. Ik heb echt alles gedaan wat ik leuk vond. En dat klinkt misschien echt... Ik ben geworden wie ik wil worden. Wat ik wil worden. En ook wie ik wil worden. Goedemorgen, u spreekt met Dave Rookhuis van Nieuwkerk Amsterdam. Goedendag, ik heb uw naam gekregen van Lars. In zaken de honden Civic ten behoeve van de heer Optenberg. Als ik terugkijk wat ik in mijn leven, dan denk ik niet dat mijn dromen behaald zijn. Met name mijn baan niet. Maar wel het gelukkige gezinsleven. Een lieve vrouw, 2 lieve kinderen.
Ja, dat had ik altijd wel voor ogen vroeger. Ja goed, als je dan zegt van ja, wat is je droombaan? Nee, dan is dit niet mijn droombaan geweest. Klein was, wou ik rijk worden. Ik wou vroeger autocoureur worden. Acrobaat, astronaut. Ik heb nooit echt een specifiek doel voor ogen gehad. Behalve toen ik echt klein was, misschien brandweerman of politieagent of zo. Ik wou heel graag met dieren werken. Nu niet meer. Nu wil ik niet meer rijk worden. Nu wil ik gewoon leuk worden. Hoe heet dat? Gelukkig. Ik vind het wel best. Ik vind alles wel, zolang ik maar gezond ben en huisje, boompje, beestje, vind ik het wel best. Dieren geven mij rust. Maar dan, als ik zou willen werken met dieren, dan wil ik werken met grote dieren, zoals olifanten en zo. Echt heel graag. Ik wil naar de maan. Ja, als je een mooie vrouw hebt, dan ben ik al een heel eind. Ik denk een Zweedse vrouw. Want dat vind ik het leukst. Ik wil nog steeds wel aan de maan. Gelukkig zijn. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nee, waarom niet? Ik ben geen astronaut. Ja. Maar weet jij nog iemand die de laatste 50, 30 jaar aan de maan is geweest?